Oké, what the fuck. Ik kwam vanmorgen buiten in mijn t-shirt, omdat ik dacht dat dat warm ging zijn ofzo. En ik kom buiten zo van, yeah, what up, going to school right now. Ik kom letterlijk uit mijn garage met mijn fiets. Ik voel direct de ijskoude wind tegen mijn huid botsen. What the fuck. Het was alsof het de fucking winter was. Het is alsof gewoon de herfst geskipt hebben en gewoon meteen doorgegaan zijn naar de winter. Wat eigenlijk wel cool is, want herfst is het kutste seizoen van de eeuw. Maar aan de andere kant is dat ook gewoon kut, want het is oktober en morgen gaat het sneeuwen of zo. Dus wow. Weer, als je naar deze video's kijkt, weer, doe even normaal, your drink. Turn back the clock. Het is herfst, oké. Maar het is de laatste dag van de Battlefront beta. Dus dames en heren, we gaan Battlefront spelen. Doe zeker een duimpje omhoog en let's go! Yo, YouTube, ik zit hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zijn we terug met een nieuwe pot Star Wars Battlefront. En we zijn hier een lekker potje aan het spelen. Walker Assault, oké. Dit is de enige map Walker Assault die er bestaat in de game. Want het spel is nog in beta, zoals ik al 1000 keer heb gezegd. Maar het is een awesome spel. En hier is Darth Vader, chilling around the corner. En ik ga hier even lekker kill nemen. Of ik ga zelf dood. Maar dus, dit is de laatste dag van de Battlefront beta. En ik vind het een fucking awesome spel. En als je het niet hebt gespeeld in de beta, je hebt wel een PS4. Ja, dan is het enige wat je kan zeggen dat het echt wel een gemiste kans was om een awesome nieuwe ervaring op te doen van een shooter. Hier even mijn orbital strike nemen en daar een orbital strike gooien. En hopen dat ik er 1 kill mee heb. Waarschijnlijk heb ik geen kill, want ik zie dat alle enemies aan het weglopen zijn. En ook. Ik vind het een heel tof spel. En het is echt eens iets anders dan al die andere games van Call of Duty. En het is echt eens een shooter waar het niet alleen om de kills gaat, maar waar de objective ook gewoon fucking belangrijk is. En eigenlijk is dat bij Battlefield ook, maar ja. Het is gewoon een vet spel, het is fast-paced, er zit actie in, het is cool, het is Star Wars. Ja, het heeft alles wat een goede shooter game moet hebben. En ik ga eigenlijk sowieso het volledige spel kopen en ja. Het gaat dus wat variatie zijn op mijn channel. Black Ops 3, Battlefront, hè. Gewoon een beetje door elkaar, zoals ik elk jaar wel gedaan heb. Maar dan komt Battlefront er nu gewoon ook bij. Maar in de vorige Battlefront video heb ik niet kunnen tonen aan jullie hoe je eruit ziet als je Darth Vader bent of als je Luke Skywalker bent. Holy shit, hier is Luke Skywalker. Als hij over de duivel spreekt, dan is hij daar ineens random. Zet hier even een dingetje neer waarmee ik op Luke kan schieten. Ja, oké. En nu gewoon schieten op deze man. Hallo. Ja, nee. Oké, Luke. Je mag nu wel doodgaan. Oké. Luke Skywalker. Luke Skywalker. Luke Skywalker, ga alsjeblieft dood. I'm killing you, Luke Skywalker. I was killing Luke Skywalker. In de volledige game ga je natuurlijk veel meer kunnen doen dan hier. Want in de beta kon je maar 1 ding doen of 2. Of ja, eigenlijk in de beta kon je 2 dingen doen. En dat was dit en een soort van team deathmatch. Cool is ook dat je je voetstappen achterlaat in de sneeuw zoals je kan zien. En eigenlijk boeit daar niks. Deze map doet me ook denken aan het weer van morgen toen ik naar school aan het fietsen was. Het was even ijzig en even koud als deze sneeuwmap. En wayo, ik ben weer al dood. En toch sta ik eerste van mijn team. Like, what the fuck? Maar even serieus, ik zit echt in het team. Het zijn gewoon een bende Mongolen zonder gezicht, denk ik. What the fuck? Ze kunnen niks goed doen. We moeten normaal de enemies tegenhouden om puntjes te verzamelen. Kijk hoeveel dingen zij al hebben. What the fuck? Ja, this game is lost. Toch wel pittig hard. Daar is Luke Skywalker en hij is dood. Het is de eerste keer in mijn Battlefront carrière dat ik een hond zie doodgaan in de eerste ronde. Ik wist niet eens dat het mogelijk was. Oké. Dit is echt niet normaal. Dit is echt gewoon het slechtste team die ik kon wensen. Ik zit in een team van echte bende deep shits die niet weten hoe ze een controller moeten vastnemen. En we spelen dan nog eens tegen enemies die waarschijnlijk de MLG Pro zonder Battlefront zijn. Dit zijn echt de teams waar ik een scheid hekel aan heb. Maar echt de grootste deep shit dikke kak. We kunnen geen fuck doen. En toch ben ik hier nu fucking veel kills aan het halen op een illegale manier. Zo illegaal dat ik nu weer een kill ga halen. Want er zit iemand boven mij en ik kan niet op hem schieten. Maar ik ga het toch proberen. En ja, oké. Oké. Daar zijn er weer 1000 enemies. Deze game mode speel je 20 tegen 20. En ik vind het wel, het is veel. Het is pittig veel. Als je weet dat ik in een klas zit van drie leerlingen. Oh, 1000 enemies. Hier echt 1000 motherfucking enemies. Hallo, man. Motherfucker, oh, you died right there in the corner. Hello, hello. Oh, zie die beautiful face. What the fuck, dat is een vrouw. Oh,
En ik ben ontploft door een granaat. Kijk, ik wou normaal nog veranderen in Darth Vader, maar blijkbaar gaat onze grote hond nu al doodgaan of nog niet doodgaan. Ja, hij gaat niet meer zo lang overleven. Blijf leven, hond! Ik wil gewoon een power-up dat ik in Vader kan veranderen en mijn team kan carryen naar de hel. Why it's always me getting in the team with the noob team? Het is altijd zo, in elk spel. Ik zit altijd in het slechte team. Oké, een grote raket afschieten op die toren. En dan hebben we daar wel een massive kill. En dan nog even een sniper rifle shot with the sniper. Waar is er een enemy die we kunnen rifle snipen? Daar is er een enemy. Oh, daar is er ook een! Ah! Uit feiten is gebleken dat ik echt suk met de fucking rifle sniper, rifle. Daar is er nog een little bitch. Kunnen we hem knallen? Oh shit, we hebben... Oh shit. He got him in the face with the sniper rifle. En nu heb ik weer een random airstrike. En ik ga een airstrike gooien waar ze spawnen. Ik weet niet waar ze spawnen, maar ik gooi hem maar gewoon daar. Random in de map. En nu gaan we weer een grote granaat gooien naar daar. En hopen dat we 10.000 kills hebben. Waarschijnlijk maar eentje, maar... Ja, we hebben geen kill en ik ben dood. En een quickscope, oh shit. Als mijn mama mijn video's zou kijken, zou ze trots zijn. Eigenlijk. Het was nog niet gedaan. Wat? Laatste dag van de beta. En EA, motherfucking E, motherfucking A, beslist om hun servers down te gooien. Oké, fucking K. Ik ben even zitten, dit is het einde van de video en ik ben fucking mad. Ja, joh. Eigenlijk moet ik gewoon gaan eten. Ik wil gewoon stoer